Welkom bij First Class. Vandaag zal ik jullie uitleggen hoe je gefrituurde uieringen maakt. Wat hebben we nodig? Uien, bloem, melk, uipoeier en 1 limoen. Dus we beginnen met de ui. Dus we gaan eigenlijk de ui beide zijdes mooi afsnijden. Met het punt van ons mes gaan we eigenlijk een mooie fijne inkipping maken in het vel. We gaan eigenlijk de ui mooi gaan pellen. Dan gaan we mooie ringen snijden van de ui. Gelijke dikte, dat is zeer belangrijk. Dat kan je eigenlijk alleen maar snijden met een hoemes die goed snijdt. De ringen, eigenlijk, dat gaan we houden, dat gaan we frituren. Dus we gaan eigenlijk eerst de uieringen in de melk leggen. En nu gaan we eigenlijk de uitjes mooi door de bloem halen. Dus eerst door de melk en dan door de bloem. Want de overtollige bloem gaat er eigenlijk afhalen. Voilà. Nu gaan we de uieringen mooi gaan frituren. Dus eigenlijk frituur staat voorverwarmd op 150 graden. Dus we frituren nu de uieringen. Ongeveer een vijftal minuutjes laten we die zachtjes frituren. En je gaat zien, ze zijn heel mooi krokant, houtbruin. Zo moeten ze eigenlijk zijn. Dus uit het frituur al, uit het vet al, mooi laten uitlekken op vetvrij papier. Hou de uieringen afwerken met zout, poeder van ui. Poeder van ui dat je ook kan kopen in de winkel. We werken nog de uieringen af. Limoenrasp. Gefrituurde uieringen. Wat we daarmee gaan doen, dat zien we in een volgende aflevering van First Class. Tot de volgende keer en smakelijk.